Ze zijn nog een beetje onwennig, maar daarom niet minder gemotiveerd. De nieuwe parlementsleden zijn klaar om erin te vliegen. U gaf hen het vertrouwen, nu is het aan hen om u gelijk te bewijzen. In Actua 1 stellen we u enkele nieuwe, beloftevolle parlementsleden voor. Ik ben 41 jaar. Ik ben verkozen van op de Antwerpse Kamerlijst van op de zesde plaats voor de N-VA. Ik ben vader van drie kinderen, Sophie, Lien en Janneke, en ben woonachtig te Kalmthout. Mijn levenspartner is Danielle van Nek. Zij is woonachtig te Mechelen en heeft ook twee dochters, Jill en Nina. Ik was tot op heden werkzaam in de Antwerpse haven en u kan mij vanaf 6 juli in het federale parlement ontmoeten. Eerst iets voor de middag gaan stemmen, uiteraard, met mijn dochters. En dan in de namiddag, licht nerveus, een beetje afgewacht, maar ik werd verwacht op in Mortsel om de militanten en de partijleden te ontvangen al daar. We gingen daar rond 19 uur, werden de mensen daar verwacht. Dus ja, ik heb eigenlijk een hele rustige middag gehad thuis in de tuin. Het was nog redelijk goed weer. En nadat de eerste uitslagen begonnen binnen te komen, dan voelden we de zenuwachtigheid al een beetje opkomen, want van op de zesde plaats is normaal een strijdplaats. Maar ja, als er uitslagen van rond de 30% binnenkwamen, Est op den Berg was de eerste, geloof ik, toen. Dan wordt die plaats toch plots mogelijk om toch verkozen te geraken. En vandaar werd de zenuwachtigheid iets groter. Dus ik was zeer tijdig in Mortsel aanwezig, ja. Wat mij het meest bijgebleven is van die avond is de toekomst van onze lijsttrekker Jan Bon in Mortsel. Toen hij van Brussel terugkwam samen met Philippe Muiters, onze minister dan. En toen kwam zo die ploeggeest van de campagne mensen en die heel die twee weken, drie weken campagne gevoerd hebben. Die toch zeer intens was, ook al was ze kort, toch zeer intens. Die energie dat wij er allemaal in gestoken hebben en dan die ontlading op die moment dat de overwinning daar was. Het was een geweldig gevoel. Ik denk dat er nog weinig alternatieven waren. Het beleid tot nu toe was slecht. Er is zeker de laatste drie jaar niets gebeurd. En het enige alternatief dat er op deze moment was voor veel kiezers, denk ik, was de N-VA, omdat wij de hoop en de standvastigheid toch duidelijk hebben kunnen naar voren brengen. In de campagne, maar ook in de jaren ervoor natuurlijk. Ik ben in ieder geval al heel lang militant, dus wat dat betreft denk ik dat er heel veel stemmen van binnen de partij zelf. We zijn ook een zeer uitgebouwde partij, er zijn heel veel afdelingen en medewerkers daar. En ik denk dat die op die manier ook hun appreciatie hebben willen laten blijken naar mij toe, voor de inspanningen die we tot nu toe geleverd hebben. En dan denk ik een tweede luik van kiezers via mijn werk. Ik werk al 20 jaar in de haven als bediende. Ik kom in heel veel bedrijven. Ik zit in de petrochemische, chemische sector, gassen. Je komt dus heel veel mensen tegen, ook mensen die weten wat shiftarbeid is. En ik denk dat ik daar ook wel heel veel steun heb gekregen, of heel veel stemmen heb gekregen. En ook een derde luik van mijn stemmen gaan van mijn geboorteplaats uit, denk ik. Ik heb ook mijn jeugd doorgebracht. Ik ben geboren in Mechelen. En mijn jeugd in en rond Mechelen doorgebracht. En ook uiteraard zijn er veel mensen en familie die mij daar kennen. Dus ik denk dat ik daar ook wel wat steun heb gekregen. Ja.
alleen maar positieve reacties. Zelfs van mijn vader, waar ik van begin dacht, oei, die gaat denken, waar begin je nu aan? Een 20-jarige carrière die ik toch heb opgebouwd in ons bedrijf. Maar nee, dat was ook zeer positief. Zelfs van mijn werkgever, ook enorm positief en steunend. Dus ik ben daar zeer blij mee. En hij verwacht natuurlijk van mij een vertegenwoordiging voor de havenbedrijven en de werknemers en werkgevers in de haven. Maar daar wil ik ook voor zorgen natuurlijk. Inhoudelijk nog niet, maar we zijn zojuist aan het vernemen dat we dus ook wel een universitaire zomer tegemoet gaan met cursussen. En ja, kijk er echt naar uit. Ik denk dat we dat zeer goed kunnen gebruiken. De andere voorbereiding is ja, de levenservaring die we tot nu toe hebben. Hè. Het zal een beetje van de verhoudingen afhangen, hoe dat het gaat samengesteld worden. Gaan we meerderheid, gaan we in de oppositie komen. Dus ik heb daar niet direct een klare kijk op dit moment. Ja, ik ga in ieder geval een voltijds job als parlementair, omdat het anders niet houdbaar is. Mijn job is niet te combineren met mijn huidige job dan is niet te combineren met eender welk mandaat. Dus ik ga dat sowieso doen, maar ik krijg de mogelijkheid en het vangnet van mijn werkgever om dit te doen op een basis dat we niet de banden met het bedrijf moeten doorbreken en mocht er in de toekomst iets veranderen, dat ik gewoon terug mijn oude job dan kan opnemen. Zeer moeilijke vraag. Ik denk in politiek, ze zeggen dat soms 2 weken is lang of 3 jaar is lang. Dus laat staan 4 jaar en dan nog verder in de toekomst kijken, dat durf ik niet doen. Ik denk gewoon 100% ervoor gaan. Het ontmoeten van vele mensen, het bijleren, ook van binnenuit eens kunnen meemaken hoe eigenlijk het echte politieke leven werkt. Want we volgen dat uiteraard al heel lang, maar altijd van buitenaf. We hebben wel wat info van binnenaf van de mensen die in het parlement zaten tot nu toe. Maar nu gaat het in levende lijven kunnen meemaken en ja, dat boeit me wel. Het is mijn hobby uiteindelijk en nu ga ik dus het echte leven meemaken. Zo. Nee, ik ben eigenlijk niet echt bang. Ik ben ook niet echt super zenuwachtig of overgespannen of zo. Nee, ik heb zoiets van, we gaan dat zo goed mogelijk doen en je moet uitgaan van je eigen kwaliteiten die er zijn. En ja, leren en studeren en ik denk dat dat wel in orde komt.